Ik ben vrijwilliger geworden bij het IJS omdat ik zelf in het GGZ Oerwoud terecht ben gekomen op een gegeven moment door mentale problemen die ik zelf ervaarde. Mijn ervaring in de GGZ is dat het vooral draait om professionele afstand, terwijl juist die nabijheid voor mij heel belangrijk is geweest en het verschil heeft gemaakt in mijn behandeling. Het IJS is een laagdrempelige inloophuiskamer voor jongeren die niet lekker in hun vel zitten. Maakt niet uit wat de aanleiding is. Studiedruk, spanningen thuis, financiële stress, eenzaamheid of als je je gewoon een beetje somber voelt. Je hoeft geen afspraak te maken. Je kunt gewoon binnenlopen als je behoefte hebt om met iemand te praten. We zijn het IJS in Nederland begonnen omdat we met een hele groep collega's en jongeren erachter kwamen dat jongeren vaak laat bij ons terechtkwamen en tegen ons zeiden, we konden jullie niet vinden, we vonden de drempel hoog. Dit is niet het soort zorg wat wij zouden vormgeven als we het zelf mochten verzinnen. En eigenlijk vanuit die gedachte, als zij het nou zouden mogen verzinnen, hoe zou het er dan uitzien? Hebben we inspiratie gevonden in Australië, later in Denemarken en zijn we met jongeren hier opnieuw begonnen. Hoe moet die plek eruit zien waar jij wel heen zou gaan als je hulp nodig zou hebben? En dat allemaal omdat we denken dat als we er eerder bij zijn, dat je veel makkelijker, lichtere hulp kan bieden om latere ellende te voorkomen. De vrijwilligers van het IJS krijgen gesprekstraining en daardoor kunnen wij signaleren dat mensen iets meer nodig hebben of dat er toch iets extra's aan de hand is. Is er ook altijd een professional bij het IJS aanwezig? Stel, de problematiek is heel erg heftig en persoon in kwestie wil toch nog met iemand echt verder praten of professionele hulp, kan die professional altijd bijspringen. Daarbij kan gedacht worden aan eventuele doorverwijzing of ondersteuning bij andere organisaties. Als je bij het IJS binnenloopt, dan krijg je eerst gewoon je gesprek. En aan het einde vragen we aan iedereen, zou je het oké vinden om nog een paar vragenlijsten in te vullen? En dat doen we alleen maar omdat we gewoon nog beter willen worden. We willen jongeren nog beter kunnen helpen en gewoon evalueren of het oké was wat je kreeg bij ons. Ik ben super enthousiast over het IJS. Het is een organisatie waar we echt de persoon zien en niet met labels bezig zijn of diagnoses. Het is echt peer-to-peer contact. Waarbij we niet tegenover of boven iemand staan, maar juist naast iemand staan. En dat maakt het heel prettig.